Eerst en dames, officieel dit is de receptie getekend. Mevrouw Versteijn, mevrouw Bertens, mevrouw Van Loon en mevrouw Pijnenburg. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Fanatieke mensen, fanatieke jonge mensen die bezig waren om te voetballen, heel waren van voetballen en de verlangen om een eigen club op te richten werd steeds groter. En ja, goed, de bevrijding en toen werd er ook doorgepakt. Alleen toen stuitte men bij in Haren nog op een andere letsel en dat was namelijk de geestelijkheid. De geestelijkheid voelde een hele dikke vinger in de pap te brokkelen. Dus je mocht niet zomaar een voetbalclub oprichten. Want je moest, als je lid wilde worden, van onbesproken gedrag zijn. En dus je werd flink gestreed. Maar toch door de vastberadenheid en de vasthoudendheid en toch op wat stiekem geestelijke die van voetbal hielden, is het toch gelukt om deze prachtige vereniging op te richten. Omwille van onze geestelijkheid toch goed gezind te zijn,
werd de club genoemd RKSV Nemelaar. RKSV naar de geestelijkheid en Nemelaar naar het kasteel dat hier vlakbij bij jullie staat. De clubkleuren zijn altijd dezelfde gebleven, groen en geel. En ja, dat was een club. Een club die langzaam groeide, die zeker tot met het eind van de vorige eeuw groeide in ledenaantal, dus in de breedte, steeds meer leden, voetbalveld in de rij. En met de nieuwe eeuw is op de kwaliteit, in ieder geval het perspectieve niveau, aanzienlijk verbeterd. In een rap tempo zijn jullie gepromoveerd van de vierde, derde, tweede en naar de eerste klasse, waarin jullie volgend jaar een leuke tegenstander gaan ontmoeten. Vele spannende wedstrijden zijn er aan vooraf gegaan om in ieder geval de eerste klas te bereiken, promoties en ook wel eens ooit degradatiewedstrijden te spelen. En toch gelukt om in een klein dorp als Haren toch in de eerste klas te voetballen. Terugkijkend op die 75 jaar, is er wel een rode draad die altijd in zo'n vereniging doorloopt. En dan zijn al die vrijwilligers, bestuursleden, leiders, trainers, materiaalmensen, ouders, die iedere keer als er iets moest gebeuren, die hier telkens weer de schouders onder hier de club gezet hebben. Schouders die het bestaansrecht van deze club hebben bewezen, maar ook nog steeds bewijzen. Waardoor jullie deze prachtige vereniging zijn en kunnen blijven en waar het belangrijkste element, het bedrijven van je hobby, in ieder geval het voetballen, actief en passief, die wel kan blijven staan. Een fix compliment voor jullie allemaal, van bestuur tot materiaalmensen, tot al die mensen die altijd heel actief zijn binnen de vereniging en gewoon 40 weken per jaar die voetbalclub draaien houden. Een hartelijk gefeliciteerd met jullie jubileum en ik wil jullie voorzitter en jullie erevoorzitter even vragen om naar voren te komen om een cadeau van de KNVB ontvangst te nemen. Ja, als jullie drie erevoorzitters mogen ze alle drie, want er zijn toch de mensen die door de jaren heen mee de kar getrokken hebben. En dat jullie het gezamenlijk uitpakken en gezamenlijk even laten zien. Dankjewel. Je hebt daarna heb je alle junioren elftallen doorlopen en ja, je hebt de talentontwikkeling, je hebt, ik heb begrepen, ooit het eerste wat aangetikt, maar meestal in de schaduw van de selectie gevoetbald. Ja. Die van de gegevens niet doorkreeg en die wel heel lang in het derde team van Nederland gevoetbald. En ja, daarna ben ik nog in ieder geval heel lang bezig geweest in de zaterdagafdeling van Nemelaar. Heel veel activiteit aan het verrichten.
En ja, zoals heel vaak gebruikelijk is, als mensen kinderen krijgen, dan volgen we de kinderen in de sportwereld. En in ieder geval ook jouw zoon, die in ieder geval Toon Floris, die hier is gaan voetballen. En de volgt. Ja, hoe gebeurt het dan als je kinderen voetballen en wordt je gevraagd om in ieder geval, God, heb je nog even tijd over, kun je meer mee gaan doen? Ja, jeugdleider geworden, jeugdtrainer geworden en scheidsrechter. En uiteindelijk ben je doorgestapt naar het jeugdbestuur. Dan ben je eerst, heb je de functie gehad van de telecoördinator. En vanaf 2013 ben je jeugdvoorzitter van Nederland. En ja, het is een citaat, en een kent citaat, ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus de jeugdvoorzitter, met respect voor jullie voorzitter en erevoorzitters. Jeugdvoorzitter is gewoon de belangrijkste functie in de vereniging. Want dat bouw je aan de vereniging. Helaas, Ted, heb je ook aangegeven dat je nog een jaar jeugdvoorzitter wil blijven. En in ieder geval het stokje dan nog hem overdragen. Ik neem een wijze beslissing. Lang over nagedacht, maar in ieder geval als je het op tijd aangeeft, kun je ook op tijd de nieuwe voorzitter daarvoor gaan zoeken. Nou, Ted, terugkijkend op al die jaren dat jij van Nederland bezig bent geweest, je ingezet hebt en tal van activiteiten hebt gedaan, is voor de KNVB reden geweest om aan jou de zilveren KNVB-spak toe te kennen. En ook zonder thuisfront kun je daar niet al die tijd altijd voor vrijmaken. Dus je partner moet daarmee steunen en moet daarmee ondersteunen. Dus ik wil aan Esther vragen of daar zij jou die stap op wil staan. Want het speldje draag ik met ere, maar het certificaat is toch iets om een leuke plek in je huis of in je werk in erf te geven, dat je dagelijks ziet en dat je gewoon dagelijks kunt zeggen, God, wat ben ik er trots op dat ik dit voor Nederland heb mogen doen. Bedankt voor alles. Goed, misschien, ja, voor mij is het een verrassing. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Nederland. Het is super, onverwachts in ieder geval. En ik heb het altijd natuurlijk met plezier gedaan en ik ga voorlopig nog wel even verder. Maar ja, het einde is wel in zicht. Dus en wat het dan brengt, zien we wel dan wel weer. Maar ik heb het in ieder geval, datgene wat ik gedaan heb, altijd met plezier gedaan. Bedankt. Geboren, getogen in Moergestel en daar vele jaren voetbal bij Audacia en zoals het dan gaat, je wordt verliefd, verloofd en getrouwd en op een gegeven moment vallen man volgt vrouw of vrouw volgt man. Samenwerking, ja. Na je huwelijk, Jan, ben je in Haren gaan wonen. Nee, dat wordt niet. En vanaf 1980 tot heden lid van Nederland, maar ook lid van de jeugdcommissie van Nederland. En dat is toch een hele periode. En dat is gewoon hartstikke belangrijk, want wat ik net ook bij Ted zei, hè, wie de jeugd heeft, is de toekomst. En als dat goed geborgd is, dan bereik je het niveau wat jullie dus nu ook bereikt hebben. Dus 30 jaar lid van de jeugdcommissie en daar zelfs de functie van wedstrijdsecretaris van de junioren. Dat betekent dat je vele dagen in de week, vele weekenden in het jaar,
en gepuzzeld bent om al die wedstrijden op tijd te laten spelen, goed te laten verlopen. En ja, dat gebeurt wel eens ooit eens. Dus dat moet je gewoon een goede baan leiden. Verder ben je binnen de familie van Nemelaar, een belangrijke pion die de cultuur en de structuur van de vereniging bewaart. En ik weet niet of dat in Nemelaar geregeld is, maar ik heb verenigingen die inderdaad op normen en waarden heel hoog in faam hebben staan. Voetbal niet met eigen spelers of voetbal niet met spelers van buitenaf. Dus dat je dat in ieder geval, dat jij daar in ieder geval de bewaker van bent om binnen Nemelaar goed te bewaken. Ja, de vraag is aan Jan, doet heel veel. En wat doet hij en wat kan hij? En hij is de man die zeg maar alles bij jullie in de computer vastlegt, van daaruit alles regelt. En als je zegt Jan een probleem neerlegt, is het in ieder geval in no time opgelost. De technische man achter de digitale wedstrijdformulier dat een aantal jaren is ingevoerd, maar het is niet alleen een bedrijf invoeren, het wordt ook doorontwikkeld en van papier, naar computer, naar telefoon, dat pad heb je in ieder geval mee bewandeld. Verder lid van de kledingcommissie van Nemelaar. En je hebt aan de wieg staan van de oprichting van het clubblad. Clubblad van Nemelaar, of de nieuwsbrief. Oh, daar is je. Ah. Dat kan. Ja, dat moet kunnen, hè. Ja, hij staat nu op het podium. Ja, Jan schijnt iemand te zijn die niet zo graag op de voorgrond treedt. Zich niet altijd met het voetbalspel bemoeit. Maar in ieder geval vandaag mag je namens Nemelaar mag je op de voorgrond bestaan. En Jan, voor al jouw verdiensten heeft KVB besloten om aan jou de gouden KVB-schaal toe te kennen. Mag ik ook aan jouw partner vragen, die jou heel veel tijd gemist heeft, maar altijd gesteund heeft en ook vaak op de club te zien is geweest, vragen om die op te stellen. En ook daar hoort het certificaat bij dat je wellicht ook een hele mooie plek ergens kunt geven om ook trots te zijn op alles wat je voor Nemelaar hebt gedaan. Bedankt. Ja, dat is wel man, hè. Dat is een naam. Ja, bedankt. Ik weet niet of je ook iets wilt zeggen. Nou, ik ben iemand van weinig horen. Ik weet jullie wel. Dus Nemelaar bedankt, KNVB bedankt. En ja, we hopen hier dan nog een tijdje mee door te kunnen gaan. Goed, beste mensen. Ik werd vanmorgen gebeld, want ik zou vandaag hier 3 onderscheidingen uitreiken. Zij het dat wij met een aantal mensen voor de receptiegeloon op huisbezoek zijn geweest bij Jan van den Anker. Die helaas ziek is en een kuur daarvoor moet volgen. Dus wij hebben voor de receptiegeloon aan Jan van den Anker ook de zilveren KVB-schaal uitgereikt. En ook voor de vele verdiensten die Jan gedurende al die 38 jaar dat hij lid is van Nemelaar heeft verricht. Jan kan er helaas niet bij zijn. Ik heb begrepen dat er wel familieleden waarschijnlijk binnen zijn. Dus ik wil jullie ook vragen om voor Jan een applaus. Geniet ervan, want 25 jaar is een heel mooi jubileum. En ik heb begrepen van de feestcommissie vandaag nog en morgen nog.
En verder een fijne vakantie en een fijne volgende seizoen. Dankjewel. Dankjewel, de heer Toon Kerkhoff namens de KNVB. En uiteraard Ted en Jan van harte proficiat. Dames en heren, fijn dat jullie met zoveel mensen aanwezig zijn op de receptie van Voetbalvereniging Nederland. In het kader van het 75 jaar bestaan. Namens de gemeente Haren wil ik Nederland van harte feliciteren met het geweldige jubileum. Niet alleen het bestuur, ook alle leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters. Proficiat. Bij deze wil ik ook heel graag waarnemend burgemeester De Boer verontschuldigen die op het laatste moment niet meer aanwezig kon zijn om hier het woordje namens de gemeente te doen. En bij deze mag ik hem vervangen. 75 jaar Nemelaar. Niet niets. Er is behoorlijk wat ontwikkeling geweest. Er is ook heel wat gepasseerd. U heeft straks al gehoord, in 1944 werd de pastoor betrokken bij het oprichten van een voetbalclub. En een van de dingen was in ieder geval dat de regels werden afgesproken over de deelname van vrouwen, überhaupt de aanwezigheid van vrouwen langs de zijlijn. En daar is in ieder geval ook een behoorlijke verandering aan gebracht. Nemelaar heeft zich ontwikkeld, zoals ze het zelf zeggen, het kloppend hart van Haren. En dat mogen ze terecht van spreken. En complimenten voor het uitgebreide, grootse feestprogramma. Jullie hadden aandacht voor alle leeftijdsgroepen. Of het nu kinderen waren, of gisteren de senioren. Iedereen is aan bod geweest. Chapeau daarvoor. En dat geeft dan ook aan dat jullie dat kloppend hart zijn. Nemelaar is een bruisende vereniging, waardoor heel veel mogelijk is. Ik noemde al het... De bouw van de nieuwe kantine. Ontzettend veel vrijwilligers zijn daarbij betrokken geweest. Daarna de renovatie van de kleedkamer en de oude kantine. Eigenlijk worstelen heel veel verenigingen met het gebrek aan vrijwilligers. En toch zie je op een of andere manier dat Nemelaar het voor elkaar krijgt om zoveel mensen op de been te krijgen. Inclusief het feestprogramma, waarvan één grootste activiteit de dorpsquiz is geweest. En wat daar gebeurde, was dat niet alleen leden van Nemelaar betrokken waren bij deze activiteit, maar dat er ontzettend veel mensen meegedaan hebben die niet eens een directe relatie met Nemelaar hebben. Uitmuntend. Echter, de inzet bij heel veel verenigingen van vrijwilligers neemt af. En daar worstelt Nemelaar ook mee. Ik zie dan helaas ook wel, ik roem jullie over de inzet van veel vrijwilligers, maar dat ook heel veel vrijwilligers toch een beetje tot de oude garde behoren en steeds weer ingevlogen worden om heel veel activiteiten te organiseren. Zou het ontzettend mooi zijn als niet alleen bij de Nemelaar, maar ook bij andere verenigingen daar een kentering in gaat komen. In de loop der jaren is Nemelaar ook steeds professioneler geworden. Veel diverse deskundigheid in huis gehaald en heel erg inventief geweest. Ik roem jullie dan ook, ik merk dat ik zeg jullie, terwijl ik daar zelf bij aanwezig ben geweest, heel bizar dit. Maar in ieder geval voor de obligaties die destijds uitgezet zijn om zo de nieuwe kantine te financieren. En geweldig om te zien dat een andere voetbalvereniging binnen de gemeente Haren, VCB, dat initiatief over heeft genomen en dat is overgedragen door Nemelaar. Nemelaar is niet alleen een sportvereniging. Er wordt niet alleen maar gevoetbald. Jullie voeden op. Jullie staan leden bij. Mocht daar eventueel op het thuisfront iets spelen.
Jullie volgen wetten op. Of landelijke wetten of regelgeving van de KNVB. De AVG, vertrouwenspersonen, niks 18. Maar ook met de gemeente hebben jullie regelmatig van doen. En dat ervaren wij op een positieve manier. Alleen al in mijn portefeuille, die verder gaat dan wethouder sport, hebben we het regelmatig over alcohol- en drugspreventie, over gezondheid. Armoede is de laatste jaren een issue. En de gemeente heeft de ervaring dat Nemenaar constructief meedeed op een aantal issues. Zo is dat gebleken rondom de kunstgrasvelden en het onderhoud bij de vereniging. Een andere hele kleine factor is het meewerken geweest aan de biodiversiteit. Als u ziet bij de ingang van het sportpark hangt daar ook een mooi bord van. Nemenaar werkt ook samen met partners, heel intensief met de kindervakantieweek en met scholen en kinderopvang. En binnenkort, omdat jullie het 75 jaar bestaan hebben en het ook het 75 jaar bevrijding is van de gemeente Haarlem, zal ook daar een activiteit mee ontwikkeld worden. En zoals jullie weten, gaan we herindelen met de gemeente Haarlem. Dat betekent in ieder geval dat dit het laatste jubileum zal zijn voor de voetbalvereniging Nemenaar in de gemeente Haarlem. Jullie volgende jubileum zal plaatsvinden in de gemeente Oosterwijk. Voor Nick Daboe. Oosterwijk zal blij zijn met een voetbalvereniging als Nemenaar. En zeker het niveau waarop er gespeeld wordt. Maar daar kunnen ze nog niet aan tippen in Oosterwijk. Vanuit de gemeente zullen wij zorgen dat er een warme overdracht plaatsvindt. Ik heb ook nog een kleinigheid voor de vereniging. Mag ik Bernd even naar voren vragen? Even de vereniging die 75 jaar bestaat. Ik heb het gevraagd aan Bernd en zei, ja, dan moet je maar aan Toon vragen. Ik heb Toon nog getipt, want zoals u alle weet ben ik secretaris geweest van de vereniging. Nu zijn we de bestuurskamer aangelegd. Ik zeg tegen Toon, eigenlijk moet je nog aankleden voordat de festiviteiten plaatsvinden. Ja, zegt Toon, rustig aan. Want we hebben nog een receptie. Vanuit de gemeente willen we een duurzaam cadeau voor die bestuurskamer geven. Als we herengedeeld zijn, kun je altijd nog zeggen, dat hebben we van de gemeente Haarlem ontvangen. Het ziet eruit alsof het niet duurzaam is, maar het is echt duurzaam. Het is heel zaam duurzaam, want ja, zoals je weet, wij missen nog steeds zelfs de vrouwenhand in het bestuur. Dus wij zijn af en toe ook al zo bang dat we vergeten water te geven, dat hoeft deze niet. Dus deze is heel duurzaam en wellicht tot weer over een jaar. Ik hoop voor je manier, maar ik hoop voor ons nog wel. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw Fabien. De mededeling, als mensen wel iets willen drinken aan de bar, kan gewoon afgerekend worden, contant of met pin. Dus aan de bar kan gewoon contant. Allemaal van harte welkom. Als ik even jullie aandacht mag, heel graag. 1944. Een paar enthousiaste mannen die wilden gaan voetballen. Het begin van de mooiste club van Haarlem was gemaakt. Nu, 75 jaar later, is de geschiedenis opgetekend in een prachtig stripboek. En is Nemenaar een vereniging die midden in de samenleving staat. 660 leden, waarvan 117 dames en meisjes, 543 heren en jongens en 453 spelers in 19 jeugd- en 11 seniorenteams.
Van toen een paar mannen naar nu 606 leden, is er dus een enorm verschil tussen toen en nu. Maar eigenlijk ook weer niet. Eén overeenkomst is er, en we hebben het vandaag vaker gehoord, en dat is samen. Ter voorbereiding op deze speech ben ik gaan grasduinen in een aantal speeches van mijn voorgangers. Altijd in elke jubileumspeech wordt samen geprezen. En daar zijn we als club ook enorm trots op. De meest recente jubileumspeech was van Mark Willems tijdens 70 jaar jubileum. Het waren de jaren dat de overheid zich gedwongen door bezuinigingen terug moest trekken en dat de verenigingen de onderhoudstaken toebedeeld kregen. Spannende tijden, want ook de bijbekomende investeringen kwamen erbij. Maar ook werd er geconstateerd bij ons op de club dat er de komende 10 jaar wel heel veel moest gebeuren. En dan zijn we nu 5 jaar later. We mogen terecht zeggen dat we meer in staat zijn dan de uitdaging het hoofd te bieden. De velden liggen er prachtig bij. In de heerbare onderhoudsploeg, die er, zoals we vorig jaar hebben gezien, dag en nacht klaarstaan. De nieuwbouw van een prachtige kantine, de aanleg van het kunstgrasveld, de update van de kleedkamers, de warmwaterinstallatie en dan recent de transformatie van de oude kantine naar de nieuwe bestuurskamer. Nu nog de opslagruimtes voor de kleding en voor de kindervakantieweek. Maar ook de verduurzaming van de velden, het licht naar LED. Zijn we klaar? Nooit. Nooit. Er komt nog een nieuw balhok waar de ballen in perfecte conditie opgeslagen kunnen worden. We willen heel graag zonnecellen en als iemand verder wens heeft, ik hoor het graag. Als vereniging moeten we ook en mogen heel trots op zijn dat we maatschappelijk ons steentje bij kunnen dragen. Kijk naar onze samenwerking met de scholen, met de school van Baltimore. De ouderenmiddag van gisteren, maar ook het openstellen van de kantine bij de aankomende rolstoelwoning. En dan nog het onderhoud dat wekelijks gebeurd wordt door fantastische krachten met een beperking. En niet te vergeten onze jaarlijkse inzamelactie voor de voedselbank. Van de voetbal, van de bouwploeg, de veldploeg, de inzamelactiviteiten. Allemaal activiteiten rondom het voetbalveld en niet op het voetbalveld gebeuren. Maar er wel voor zorgen dat het gevoetbald kan worden. Want het is begonnen met een bal en het draait nog steeds om een bal. Week in, week uit zijn de trainings- en wedstrijddagen waar met passie en plezier gevoetbald wordt. Ook afgelopen seizoen zijn er heel veel mooie sportieve momenten geweest. Enkele highlights, het winnen van de derde periode van het eerste, de dubbel van het zevende, het kampioenschap van de jongeren 17-1 en behalen van de bekerfinale, de najaarskampioenschap van jongeren 17-2, jongeren 15-2, maar ook de uitbreiding van de scheidsrechterskorps met 4 hele jonge opgeleide scheidsrechters. Al met al zuurstof voor het groenkende hart. Helaas zijn de meeste activiteiten al bijna weer voorbij. Als we even kort terugkijken, een dorpsquiz met meer dan 1400 deelnemers en 1000 mensen op de feestavond. Een prachtig feest waar de vrienden van de jury, en daar wordt nog steeds over gerold, met roem aan de haal ging. Maar ik vond de grootste prijs dat heel het dorp verenigd was. Iedereen was al op een of andere manier betrokken bij de dorpsquiz. Dan nog verder de jeugdolympiade waar 160 deelnemers rondliepen met heel veel lachende gezichten en enorm knap geschminkte leiding. Wat zagen ze er toch weer goed uit was. Prachtig. En dan de jubileumwedstrijd van het eerste, niet helemaal het gewenste resultaat, maar wel een heel mooi afscheid en een mooie afsluiting van het seizoen. Vorig weekend het internationaal toernooi, waar we in de gemeenschap 60 kinderen hebben opgevangen in gastgezinnen. En waar ik dagelijks nog steeds Spaanse woorden hoor over de FIFA, dus waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. En dan gisteren walking voetbal. Wat een pracht om dat te zien. En fanatisme, want het is moeilijk om niet te gaan rennen. Daar houden ze echt heel veel moeite mee. En dan gisteren ook nog de nederlaaggeschiedenis in woord en beeld.
waarvan morgen meer. Met nog de feestavond en het onderling toernooi morgen voor de boeg, mogen we wel stellen dat we 75 jaar later een heel mooi jubileum hebben. Waarvan iedereen jong en oud aan mee kan doen en dat Nederland kloppend hart van haar is. Eén kleine zorg. De maatschappij is druk en richt zich steeds meer op het individu. Op voetbaltechnisch gebied wil iedereen zijn steentje wel bijdragen in de vorm van leider, trainer of een andere vorm. Maar op bestuurlijk vlak wordt de druk op bestaande bestuurders steeds groter. Het wordt moeilijk om vervangers te vinden. Dat is een uitdaging die we hebben voor de toekomst. We zijn druk bezig met te kijken hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat oplossen. Dat komt goed, maar aan ieder ook een oproep om zijn steentje daarin bij te gaan dragen. Ik wil nu graag een applaus voor alle vrijwilligers die alle activiteiten hebben mogelijk gemaakt. En alle complimenten die ik heb mogen ontvangen, die zijn voor jullie. Dus een keihard applaus voor al die vrijwilligers. Dan heb ik Toon en René en Bart. Er zijn binnen Nemelaren velen die zich belangloos voor de club inzetten. Maar het is altijd bijzonder als mensen daarnaast ook verantwoordelijkheid willen nemen. Beide hebben jullie dat gedaan en doen jullie nog steeds dagelijks. Toon, eerst even richting jou. Jouw Nemelaren geschiedenis is enorm. Na jouw actieve voetbalcarrière in Nemelaren 1 ben je jeugdleider geworden en ben je met Michiel als leider en trainer gegroeid van de pupillen naar de junior. In 1996 ben je toegetreden tot bestuur van Nemelaren in de functie van wedstrijdsecretaris. Maar een functieomschrijving voor jou is eigenlijk niet te maken. Je bent een verbinder, een encyclopedie voor de weetjes en de feitjes. Een iemand die organiseert en creëert met anderen en kan genieten van het gerealiseerde. Waarvan, waarvoor mijn naam? René, richt me tot jou. In 2002 ben je met Frans Verbaat gestart als leider bij Nemelaren in het elftal van Joep. Na jaren van leiderschap ben je in 2007 de jeugd gaan coördineren. Gelukkig wil je nog meer doen voor de club en werd je in 2009 jeugdvoorzitter. In 2010 trad je toe tot het hoofdbestuur. In het hoofdbestuur zat je naast jeugd, begon je ook met een gedeelte van de wedstrijdtaken van Toon over te nemen. In 2003 heb je dat stokje van de jeugdvoorzitter overgedragen aan Ted. 2013 staat er ook, foutje. Om vervolgens op jouw visitekaartje staat ook wedstrijdzaken, maar ook jouw functie is veel breder. Jij staat ook midden in de club. Heb rust en geduld en verbind mensen. Een luisterend oor, helder analyses wanneer je vraagt en dus ook een niet te missen link in het dagelijks bestuur. Toon, René, namens het bestuur van Nemelaren mag ik op basis van jullie verdiensten jullie benoemen tot ereleden van onze club en het bijpassende certificaat uitreiken. Ga ik de bloem aan de dames geven. Ik denk, doe een stapje naar voren voor de foto en een keihard applaus denk ik. Dankjewel. En nog even door. Mark, mag ik jou vragen om even naar voren te komen? Mark Willems. Maar het is niet de bedoeling dat ik alleen sta hier. Ik wil graag mijn collega eervoorzitters Frans en Victor erbij vragen. Want Berntje heeft het al gememoreerd, al een paar keer aan de orde geweest. 5 jaar geleden stond er op deze plek ook een grote tent. En was hiernaast nog een grote wildernis.
En we zijn 5 jaar verder en er staat een prachtige accommodatie waar we heel lang aan gebouwd hebben en waar heel veel tijd en energie in is gaan zitten. En die is eigenlijk nu afgerond, want vlak voor deze viering hebben onze vrijwilligers ervoor gezorgd dat de nieuwe bestuurskamer, dat die net op tijd klaar is gekomen. Daar mogen jullie straks doorheen gaan lopen. Hij wordt vandaag officieel opengesteld. Maar daar ontbrak nog een klein dingetje aan. Het was nog een beetje kaal. En de erevoorzitters vonden dat daar iets moest komen te hangen. En ik wil, hij staat hier te fotograferen, ik wil Henk even naar voren vragen als oppervrijwilliger om dat in ontvangst te komen nemen. Henk, mag ik jou vragen? Een toestel mag je aan Jan van der Loot geven, is al gebeurd. Nou. Henk, ja, jij bent een van degenen geweest die daar heel hard aan gewerkt heeft, aan de kantine, niet alleen de bestuurskamer, maar alles wat hier nou staat. Dus de bestuurskamer is nou klaar. Hij is fantastisch geworden en we dachten, nou, daar moet iets moois aan de wand komen. En dat willen we jou nou graag aanbieden, namens alle vrijwilligers, willen we dat als eervoorzitters aan de club aanbieden. En als je het uitrolt, dan kunnen we zien wat daarvan gekomen is. Dit moet hij worden. Hij hangt er al in het groot. Henk, in jou aan alle vrijwilligers, hartstikke bedankt voor jullie inzet. De bestuurskamer heeft hier open, jullie mogen er straks allemaal heen lopen en gaan kijken. Het is overigens een foto die Henk zelf gemaakt heeft.